Hoe maak je de beste zoomfoto? Met de tips van Maartje die ik je nu ga geven, kom je een stuk verder. Laat je op straat verrassen door situaties of intieme momenten die je spontaan om je heen ziet. Als je rondloopt en je vindt geschikte mensen, zorg dan dat je ze in twee zinnen kunt uitleggen wat je met ze van plan bent. Zijn jullie al lang samen of niet? Iets van een halfjaartje. Oké, niet zo heel lang. Dus nee. Zoen is nog steeds leuk dan, ja, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, dat komt heel goed uit. Dat wil ik heel graag vastleggen. Zorg als je op mensen afstapt dat je zelfverzekerd genoeg bent om dat te doen. Probeer ze mee te krijgen in jouw verhaal. Probeer ze goed uit te leggen wat je van plan bent, wat je wilt doen, zodat ze makkelijker met je mee zullen werken. Mooi, dicht bij elkaar. Ik wil echt een goede zoen. Gewoon een echte zoen. Hartstochtelijke zoen. Probeer oprecht geïnteresseerd te zijn in de mensen die je gaat fotograferen. Probeer een soort band met ze te creëren. Probeer een beetje over en weer te praten met elkaar, zodat ze zich makkelijk aan je zullen overgeven. En we doen nog even eentje, Bob, zodat je omdraait, dat je haar meer tegen de muur aangooit. Zo, hoppatee, zo. Kijk. Hier is gebruik gemaakt van de systeemcamera. De systeemcamera is klein en licht, ideaal als je mensen op straat wilt fotograferen, omdat die niet al te intimiderend is. De camera is snel genoeg, heeft alle instellingen aan boord. Zo kan je bijvoorbeeld de AV-stand gebruiken om met je diafragma de scherptediepte te kiezen. Daarmee bepaal je of je de achtergrond wel of niet een rol laat spelen in je beeld. Pak er nog eens een hand bij. Die fiets achter de hoofd zo. Mooie hand. Ja, kijk. Heel goed. Maak ook goed duidelijk wie jij bent, wat je met de foto's gaat doen en waarom je dit vooral wil doen. Waar gaan die foto's heen? Waar worden ze gepubliceerd? Alles om de mensen duidelijk te maken waarvoor jij dit doet en wat ermee gebeurt. Nou, en zo maak je dus een hele bijzondere zoomfoto. Succes!